Op het moment dat ik hard gas geef en ik rijd weg met een stoplicht, gaat die houder dus open en dan omdat ik gas geef, flikker die telefoon de keihard uit. Ik heb al 10 keer gehad dat die telefoon gewoon toch zo op het randje geflikkerd vindt. Wat een systeem. Ja. Oh, Atje voor de sfeer. De grote FIFA 10 quiz, wat leuk. Ja, maar jij vindt het leuk, hè? Ik vind het echt leuk. FIFA 10 heb ik kapot gespeeld. Ik heb denk ik duizend games gespeeld op FIFA. Dus dat maakt het jaar 3200 games gespeeld. Dus 3200, luister, doe die voor jullie. Wat we vandaag gaan doen, we gaan de grote FIFA 10 quiz doen. Ik heb nog vragen over FIFA 10. Heb ik gewoon een quizje. Ja, er is geen alcohol. Ja, er is een alcohol. Okay. In ieder geval, we gaan het hebben over FIFA 10. Fantastisch leuke vraag. Vind je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Kan je beneden. Zijn jullie klaar voor? Ik vind de 48e quiz die je ons verplicht aan het opnemen, vind ik wel een beetje vermoeiend. Ik vind het ook terug gaan slaap nemen. Hé, maar anders... Oké. Wie is er hoger? FIFA 10. 10. Dit zijn Robert Schilder. En? Jacob Biesterswaard. Jacob Biesterswaard. Ik denk oprecht dat als het 1 punt verschilt, ben je echt een vuile pisvlek. Nee, het verschilt niet 1 punt. Krijg je ook een punt als je de goede rating zegt? Nou, als dat je lukt, dan krijg je zeker een bonus. Oké, Biesterswaard is 69. Of 71, 1 van de 2. Ik denk Robert Schilder net wel. Ik denk Robert Schilder 60. Zal ik een hint geven? 1 van de 2 is goud. Ja, dat zie ik. Dat wil ik zeggen. Ik zei Robert Schilder, dacht ik denk 76. Jij gaat Robert Schilder hoger? Ja. Ik denk ook Robert Schilder, 100%. Ik denk Biesterswaard 74. Biesterswaard is laag 70. 76, 74. Nee, Biesterswaard is niet zo hoog. Wat? Oh, andersom! Oh, ik ben nak. Oh, die zit erbij. Ik dacht dat hij bij Ajax was toen. Hij is zwaar 76 en Schilder 74. Die gewoon bij Ajax speelde. Toen hij echt slecht was, jongen. Hij zit bij. Hij zit nog steeds in de game. Als kampioen? Ja, hij speelt nu bij. Was hij niet. Kato of zo? Of zo, Paal op zijn lonetje speelde voor mij. Hij was toch toen Twente kampioen werd? Dat was 2011. Hij ging waarschijnlijk net na een dag. Daarna. Schilder is een jaar. Hij heeft 20 jaar in de Eredivisie gespeeld en nooit echt. Je denkt van nou. Kampioen geworden. 0-0. Wat was de hoogste rechtsback? We hebben nu al bij een punt. 0 punten alweer. Gaat er uit de game. De hoogste rechtsback in FUT. En special cards zijn niet meegerekend. Special cards hadden toen geen kleur, hè? Nee, weet ik. Klopt. Maar dus, ik heb gewoon de laatste kaart van elke speler gekozen. Oké. Weet jij? Ja. Ik heb een vermoeden. Weet jij? Ja, ik heb ook een vermoeden. 3, 2, 1. Michael. Michael. Nee. Lekker, hey. Boom. Jee, 89, wat de exo. Hij was echt een goede speler, echt lekker longshot. Ja, hij was echt goed, Maar hij was wel lager. Die ene boel hebben ze ook zo gezien, die hem echt zo, die soort curve zo in de verre hoek zo. Ja. Ik vind de kaart die zijn best leuk, met dat vlaggetje. Ja, vind ik ook, een stuk leuker dan nu. Met een grotere... Hij was anders nog leuker. Redden we volgens mij 1-1. Wie was er hoger? Hey Juri! Daar voetballen nu wel eens mee. Of Kevin Strootman. Staat hij nog bij Sparta, zeg ik, of niet? Ja, ga ik natuurlijk niet zeggen, want staat hij neer dat ik dat zeg. Ik denk dat hij al bij Utrecht zat. Juri zat ook bij Utrecht. Misschien heeft hij gewoon Utrecht geselecteerd. Het gaat erom wie er hoger is. Okay. En die erger moet uit. Gaan we aftellen? 3, 2, 1. Juri! Ik hoop gewoon Juri, dat vind ik gewoon leuk voor hem. Ah, jammer. Ook niet in de buurt, moet ik zeggen. Jammer. We staan allebei niet bij Utrecht. Juri speelde altijd centerback nu. Ja, toen was hij nog links mid. Strootman. Links mid? Hij speelde centerback bij ons. Hij speelde nooit centerback in zijn echte carrière. Hij heeft best wel wat goals gemaakt in de Eredivisie, hoor. Maar goed, dat centerback bij ons. Helaas geen punt, dan zit hij 1-1. Jammer. Wie had 5-star weak foot? Was dat Arjen Robben of Dirk Kuyt? En niet in de World Cup mode, maar in de normale mode. Heb je mijn video gezien? Ja, laat even een week geleden. Oké, ben je? 81 heet het. 3, 2. Eén, Robben. Dat is een meme, want Robben kan wel 5-star weakfoot hebben, dus dat was het nu wel zo, maar anders ik niet. Ja, maar dat was een schrikvraag. Ik denk omdat het in de World Cup ook nog zo was, denk ik het hier ook gewoon. Ben jullie hetzelfde verhaal, Arjen Robben? Ja. Ja, ik blijf op Robben. Nee, dat was goed. Hij zei het van Arjen, was 2 punten dan mij. 5-star weakfoot. Jij probeert mij te pranken hier, joh. Wat een 81 gereden, dat is zo laag. Knippen zien met het beeld die nu 81 gereden is. Ah, dat kan toch niet dat ik daarmee vergeleken word. Nee, dat kan toch niet. Wie was er hoger? Noorden Amrabat of Adjero Elia? 3, 2, 1. Amrabat. Je zegt Amrabat, je zegt Elia. Ja. Ik heb geen idee. Waarom denk je Amrabat? Omdat Amrabat toen gewoon goed bezig was. Elia was toen nog opkoming. Upcoming. En waarom denk jij? Jij gok gewoon. Omdat Amrabat een is. Nee. Ik denk omdat Elia gewoon echt talent is. En EA hype dat een beetje talent is. Oké, maar dat is goed dat je het zegt. Die nooit heel hoog is geweest. Ai, tijd toch voor lul. Maar Amrabat was toen wel gewoon echt goed bezig. Precies verkeerd om, zei hij. Die twee van Milo. Milo staat gewoon voor op een legit manier. Oké, snel door naar de volgende vraag. Dit mag niet uitlekken. Wie was er hoger? Oh, Pantelis. Pantelis podcast. Of Mugru. Hij lijkt weer op die gast van Nick en Simon. Nick. Ja. 3, 2, 1. Mugru. Ik vind Pantelis gewoon een dus ik wil gewoon geen Pantelis zeggen. Ja, 88! Mugru. Ja, weet je wie dit is? Dit is Mutu, alleen daar is die rechter niet meer van. Ja, oké. Okay. Weet je waarom niet? Nee, ze hadden de rechter wel. Ja, hij had iets maar gedaan ze wilden niet meer met naam erin, omdat hij vol aan de snuif zat. 88. Echt bizar. Ah, ik ken Pantelis, die staat ook in. Besef, die moeten was gewoon hoger. Hij lijkt een f*** op deze foto, vind je niet?
Maar die jaren goed, hè? Zijn we 3-3. Ja. Spannend hoor. De spanning om te snijden deze aflevering. Ah, welke speler heeft de meeste dislikes op Futhead? Is dat Silvio toch? Dit is Johnson, jongen. Peter Johnson. Ja. Lucio? Ben je lijp? Materazzi. Oh, Materazzi. Oh, sorry. Ja. Lucio, dit is dus was Pedro zo cool. Johnson of Materazzi? Johnson! Je had gewoon een chick van 15, terwijl die 9. Ja, maar Materazzi, Materazzi is gewoon lul. Veel dieper dan Thierry. 3, 2, 1. Johnson. Ja, echt by far. Maar wat ik dus denk, volgens mij was het van Johnson nog helemaal niet gebeurd. Dit jaar kreeg hij fucking veel. Hij had echt by far 1000 dislikes, wat echt het meeste was. Ik denk, ging daarna op 200 of zo. Nog steeds door, omdat hij die Zidane had uitgescholden. Dus geen pick helaas. Jammer jongens. 3-3 nog steeds. Wie had er meer pace? Ik weet het niet. Voor mij is die linker Pietroipa of zo. Oh, die was de snelste speler van het spel toch in FIFA 13 of zo? Ja, weet het allebei. 3, 2, 1. Die linker guy, ik weet niet wie het is. Sowieso heeft hij 40 pace of zo, 100%. Ik ben geprankt. Ik denk Messi, want dat IE gewoon Messi gewoon heel snel maakt. Nee, ik ben geprankt. Die guy heeft echt 60 pace. Nee, maar Messi was de snelste. Pietroipa, ik had het groen. 93 pace. Ben je Pietroipa, ja? De snelste zilver. Maar niet sneller dan Messi. Messi was de snelste uit de game. 4. Het is nu 4-4. Welke speler had er meer special cards? Links hebben we Wright Phillips. Rechts Ronaldo. En daar waren ze zuinig mee, moet ik zeggen. Die wat 10. Daar was ze zuinig. Dat je echt geen 7 voor of zo per week. Er zijn ook hoofdspelers met 0. Die gewoon niks hebben. Want wel nu heb je iedereen een 10 per jaar. Ik wil echt een hoop met 0. 3. 2, 1, Wright Phillips. Helaas zijn we al bij 0. Ah, helaas, dikke pech. Oh, dikke power pech. Wright Phillips was echt een legend. Dit is leuk hoor. Nee, maar dit is echt humor. Wright Phillips staat voor, hè? Dat staat voor. Ja, maar ik vind het gewoon leuk. Wel leuk. Ik denk dat de mensen thuis echt zich helemaal doodlachen. Ja, zeker. Maar ik niet. Nee, maar dat is wel leuk. Wat was de rating van Ronaldinho? Degene die dis bij zit? Ja, maar ik vind het echt dit een hele lastige, want ik ben helemaal niet meer. Maar hij heeft ook geen fut gespeeld, hè? Nee, maar gaat het niet om fut. Ik ben helemaal ook niet meer in een soort besef van welke fase was zijn carrière. Oké, ik ga nu raden. 3. 2, 1, 83. 90 zei ik. Ja, maar ik vind het echt lastig om te bepalen in welke fase van die. Oh, lekker. Zo, hij zit er echt erbij. Lekker. Precies in het midden. Je hebt 5. Zoveel geluk. Waarom werk je op SMS? Niet ik ben zo. Wie was hoger? Links is Frey, rechts Victor Valdes. Ja. Victor Valdes was niet goed in zijn carrière toen hoor. Ik weet het. 3, 2, 1. Valdes. Nee, ik kan het echt niet. Maar heel best simpel. Frey! Ja. Wat een. IE heeft toch deal met Fiorentina dat ze iedereen ding hoog maken? Want Mutu was ook 88. Ja, maar die was goed. Maar dit waren Victor Valdes. Dit waren niet de ratings op head-to-head, 100% niet. Dat boeit mij geen ster. Op dit moment, het stond in 5-3, staat het 7-3. Maar de volgende man? Ja, 10 punten. 4 punten. 4. Wie was de hoogste speler uit de Eredivisie? Oeh! De hoogste speler op fut uit de Eredivisie. Oké, ik ga en geen special card. Nee, ik ga nu zeggen. Hij mag even denken. Hij mag even denken. Ja, ik weet niet zeker of hij al weg was of niet. Oké, ben je klaar voor man? Oh, dan weet ik het ook niet meer. Ja, ik ga het gewoon doen, ik kan maar niet spelen. 3, 2, 1. Suarez. Maar Suarez, laten we zeggen, mag ik iets zeggen voordat je klikt? Suarez was sowieso de hoogste speler in de Eredivisie. Alleen die is in de winter weggegaan in 2010. En toen, volgens mij kwam Furt maar halverwege het jaar uit. Misschien was hij er al uitgegaan toen. Maar ik zeg toch Suarez. Goed gedaan, jongens. Oké, top. 11, 7. Volgende? 4 punten. Ja, echt mega spannend. Dat is mega spannend dit. Wie was er hoger in Furt 10? Is dat Eden Hazard? In het prachtige nieuwe shirt, in plaats van het lelijke blauwe shirt van Chelsea. Moussa Dembele. Lille AZ, hè? Het is wel bizar, vind ik nu. Op het moment dat je Dembele googelt, krijg je alleen maar die van Celtic. Okay. Je hebt toch ook die spits? Die heet toch ook Moussa Dembele? Ja, die bedoel ik van Celtic. Van Lyon. Oh, is dat Celtic? Of is hij nu bij Lyon? Dat kan wel. 3, 2, 1. Dembele. Ja, hé, hey, wat is dit? Dit is een disqualificatie. Hij was laat. Ja, dat vind ik wel halve, krijg hij halve punten. Dat ben je mee eens, als het goed is, hè? Maar misschien is het wel hier. Nee, dit is niet AZ. Maar zeg echt 2. Dembele. Oh, oh. 11. 13. Volgende 2 punten. Ja, dan heb je door 1. Ja, oké. Ik heb geen idee hoeveel vragen er zijn. Ik heb echt geen flauw idee. De laagste kaart. De rating. Oh nee, we wel geen dichtbij zijn. Maar je wil een rating hebben. Je wil een naam. Nee, een rating. Een naam, dat kan helemaal niet. Nee, okay. Naam van Marvel. Laagste rating? Ja. En degene die dichtbij zit, krijgt 2 punten. Oké. Okay. Hij weet het. Ik ken dit. Ja, want hij zat ook in. Ja, ik zat ook in heel veel die in. Ja, en in dat boek stond hij ook. In dat boek, want hij heeft veel gespeeld in dat boek, weet je. Ose tutu. Maar weet jij precies? Nee, ik weet helemaal niet. Ik weet helemaal niks, joh. Wat doe je nou? Ik weet helemaal niks van deze film. Weet even precies als 5:32 dat jullie aankwamen toen. Ja, dat is wel zo, ja. 3, 2, 1, 46. 31. Zie je? 25! Ja, deze is nog echt heel laag. Dit is een meme card. Hij was coach. Oh. En toen ging het heel slecht met het team. Dat was hij ook volgens mij. Dan 38 of zo. Zit ik alsnog dichterbij. Nee, maar, precies die stats. Maar hij was coach geworden van dit team en die verloren alleen maar. Dus heel frustrerend. Toen kwam er een bal, werd uitgeschoten. En toen volleyde hij die bal
In één keer in het doel van tegenstander. En toen kreeg je deze kaart. Toen deze, dat is het leuke dingen nog, hè? 14-14. Maar wat was het? 13-13. En dit is misschien wel de laatste. Wie was hoogst? Dit is inderdaad de laatste. Wie was het hoogst van deze drie? En deze speelden alle drie bij Real Madrid op dat moment. Ik ben het. Ruud van Nistelrooy, Gonzalo Higuain en Benzema. Higuain. 3, 2, 1. Higuain. Benzema was volgens mij echt al 79 of zo. 9 jaar geleden, hè, dit. Ja. Klaar voor? Ja. Dit is de laatste vraag. Hè? Ja, ja, boeit me. Dit gelijkspel is leuk. En jullie deden het goed. Oh. Kom op! Benzema! Benzema! Hey, we hebben alle kistjes geworden vandaag. Ik heb zoveel FIFA 10 gespeeld. Ja, maar ik heb geen fut gedaan! Nee, helemaal heb je dat gedaan! Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dat leuk? Doe een duimpje omhoog. Dankjewel voor meedoen. Hij is echt een joke. Bedankt voor meedoen. Wel een joke. En we zien jullie bij de volgende video. Wie loopt de stijve? Later! Een stijve nul, maar stif dik! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. In mijn tuin was of beat een beetje vals en nuttig. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in. Veel plezier, veel plezier. 5 jaar geleden, ik een boxe PS4, ey. Veel plezier, veel plezier. 5 jaar geleden, ik een boxe PS4, ey. Je hebt glitchpot.